Onderzoek toont aan dat 90% van de evaluatiegesprekken niet succesvol is. Toch staat deze vorm van prestatiemanagement jaarlijks in de agenda van veel leidinggevenden en medewerkers. Is dit puur tijdsverlies? Evaluatiegesprekken zijn binnen het prestatiemanagement al jaren het onderwerp van debat. Een vaak gehoorde kritiek, zowel in de wetenschap als in de praktijk, is dat dergelijke managementinstrumenten geen of zelfs een negatief effect hebben op het welzijn van de medewerker. Ze veroorzaken angst en stress en zenuwachtigheid bij de medewerker. Bovendien kijken leidinggevenden er zelf ook tegen op, omdat ze zich vaak niet vertrouwd voelen met het geven van constructieve feedback. Evaluatiegesprekken worden inderdaad beter afgeschaft. Wat niet wil zeggen dat het gebruik van een alternatief prestatiemanagement van groot belang blijft in de organisatie in het bredere kader van duurzame loopbanen. Dat geldt nog meer vandaag met maatschappelijke en organisatorische uitdagingen, zoals de coronacrisis, technologische vooruitgang en een vergrijzende arbeidsmarkt. Die zorgen ervoor dat duurzame loopbanen een prioritaire doelstelling zijn. Medewerkers, organisaties en de samenleving die moeten anticiperen op de toekomst. De reden hiervoor is onder andere kennisobsoletie. De vervaltijd van kennis en vaardigheden in één specifieke functie, die wordt steeds korter. Als we daaraan koppelen dat mensen langer moeten werken, pensioenleeftijden verhoogd zullen worden, jobs en jobinhouden anders worden, dan denken wij dat het van groot belang is om het gebruik van prestatiemanagement in de organisatie in dat bredere kader van duurzame loopbanen te bekijken. Er dient dus ingezet te worden op prestatiemanagement, dat medewerkers ontwikkelingsgerichte doelen, continue en constructieve feedback en communicatie biedt. En dit alles ingebed in het kader van de duurzame loopbaan. Ons onderzoek suggereert dat voornamelijk de leidinggevende bij prestatiemanagement een verschil maakt in indicatoren van de duurzame loopbaan, zoals gezondheid, productiviteit en geluk. Specifiek blijkt uit ons onderzoek meermaals het belang van een kwalitatieve werkrelatie. Leidinggevenden hebben niet met iedereen van hun team een even constructieve relatie. Met sommige medewerkers is deze relatie gebaseerd op wederzijds respect, affectie en vertrouwen. Bij een kwalitatieve werkrelatie zal de leidinggevende eerder geneigd zijn om bijvoorbeeld opportuniteiten in het oog te houden die belangrijk kunnen zijn voor de medewerkersloopbaan. Verder blijkt de relatie die de medewerker heeft met de leidinggevende te fungeren als een soort van een lens, waardoor de medewerker het gehanteerde prestatiemanagementsysteem gaat percipiëren. Afhankelijk van hoe medewerkers de relatie met hun leidinggevende ervaren, kan eenzelfde systeem als meer controlerend of motiverend beschouwd worden. In een notendop samengevat. De schrikwekkende evaluatiegesprekken, daar kunnen we beter van afstappen. En het HRM-departement kan beter inzetten op een ontwikkelingsgericht prestatiemanagementsysteem met continue feedback. Dit is echter niet genoeg. Veel hangt af van de mate waarin de medewerker prestatiemanagement kan ervaren vanuit een vertrouwensrelatie met de leidinggevende. Dit kan de weg banen naar een duurzame loopbaan.